Mijn naam is Francesco Daniel. Ik ben net 16 geworden en ik ben schrijver en illustrator. De scholen waar ik op zat, die moesten volgens mij extra papieren aanschaffen omdat ik echt zoveel tekende. En aan ieder eind van het schooljaar, Francesco, je hebt zoveel tekeningen gemaakt, je gaat uitzoeken welke mooiste is, de rest gooi je weg. En ja, omdat ik zoveel getekend heb, dan was het zo van zo'n stapel. En ja, ik was en ben nog steeds nog echt een tekenfreak. Francesco tekent al zo fanatiek sinds zijn 8e. Hij ziet zijn hobby vooral als uitlaatklep. Ik heb Asperger, het Asperger-syndroom. Het fijnste aan tekenen is dat je je gevoelens op papier kan gaan zetten. Want stel je bent gefrustreerd of je bent verdrietig of je bent boos, dan is tekenen voor mij altijd een uitweg. Dan teken ik het altijd uit wat ik voel. Dat teken ik altijd uit. En ja, dat vind ik nou echt het leukste aan tekenen, dat je je gevoelens kan uiten. Het is een beetje alles wat ik doe. Ik speel ook gitaar. Dat is de eerste wolkje. Nu schrijf ik liedjes, zowel Engelse als Nederlandse. En deze hier, ik heb, dat is een nieuw boek. Nou, ik heb een gedichtenbundel geschreven hierop. Almas del Silencio, dat betekent in het Spaans voor zielen van de stilte. Almas del Silencio, de stilte die ik opzoek, die je niet kan vinden in een boek. Mijn gedachten dwalen rond en proef het zuivere water in mijn mond. Ik kom je tegen als de raad. Alles verraad. Op een koude winteravond, op zaterdagavond, laat ik je uit. We zijn nu in de scherverdrukkerij en dat is mijn stageplek. Maandag, dinsdag, woensdag ga ik naar school en donderdag en vrijdag ben ik hier te vinden. En ook hier is Francesco de hele dag in de weer met tekenen en ontwerpen. Hij ontwerpt vandaag een eigen flyer om op de stripdagen zijn werk nog beter te kunnen promoten. Deze week staat het weer voor de deur, de stripdagen in Gorinchem. En het bestaat 40 jaar, dus dat is een extra feest. En daar zal ik ook aanwezig zijn samen met mijn moeder. En dan voor €5 kan je een karikatuur laten tekenen. Francesco is de jongste deelnemer aan de Gorinchemse stripdagen. 2 dagen lang staat hij als jonkie met zijn stand tussen allerlei ervaren tekenaars. Ik denk dat het juist bijzonder maakt van een jong iemand die zoiets kan, weet je wel. En het is natuurlijk een droom, want je zit daar met het idee van hier lopen ook allemaal striptekenaars, weet je wel. Dus ja, het is ook wel echt leuk om de jongste te zijn tussen al die striptekenaars. Wow. Ziet er gaaf uit. Die kwaliteitssport is super goed. Echt. Met deze glimmende flyer hoeft Francesco zich op de stripdagen zeker niet te schamen.